De landelijke overheid is er juist mee gestopt, maar gemeenten maken er volop gebruik van. Payrollers, mensen die het moeten doen met allemaal korte contractjes. Uit NOS-onderzoek blijkt dat bijna alle gemeenten het doen. Verder in het nieuws vandaag. De Turkse AK-partij van president Erdogan lijkt de verkiezingen te gaan verliezen. Goedenavond. Je werkt voor een bedrijf of een instelling, maar je staat ergens anders op de loonlijst. Het is vooral bedoeld om mensen niet in vaste dienst te hoeven nemen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bijna alle gemeenten in Nederland gebruik maken van deze constructie. Payrollers noemen ze de mensen die hetzelfde werk doen als hun collega's, maar veel minder rechten hebben. Minister Asscher van Sociale Zaken wil daar nu wat aan gaan doen. Ik ga het niet verbieden, want ik vind dat een klein bedrijf dat zegt ik wil die rol en die romslomp uitbesteden, die moeten dat kunnen doen. Zo is payroll ooit bedacht. Maar we gaan het wel duidelijk maken dat je als werknemer, of je nou werkt als payroller of met een vast contract, recht hebt op bescherming tegen willekeur bij ontslag en recht hebt op dezelfde arbeidsvoorwaarden, dan is het eerlijk. Ja, dat is een reactie van de minister op dat nieuws dat zoveel gemeenten dus gebruik maken van het payrollen. Eerder al beloofde Asscher die constructie bij het Rijk aan te pakken en nu kondigt hij een wet aan die zich ook richt op gemeenten. Ook daar net zoveel vakantie of ziektedagen bijvoorbeeld, bij wie je ook in dienst bent. Felieke, Zita en Michiel. Samen werken ze al jaren bij een gemeente waarvan ze de naam liever niet noemen. Want over hun werk hebben ze geen klachten. Wel over de reeks van tijdelijke contracten. Ik ben op payrollbasis. Ik doe al ruim 6,5 jaar hetzelfde werk via tijdelijke contracten. Ik vind zelf het belangrijkste nadeel de onzekerheid. Je kunt in feite aan de kant worden gezet. Een paar jaar geleden werd Michiel samen met een groep collega's ontslagen bij diezelfde gemeente. Daarna hebben ze mij weer teruggevraagd op payrollbasis. Heel veel van mijn oude collega's die destijds zijn ontslagen, die zijn weer teruggekomen, maar allemaal op payrollbasis. Je werkt voor een baas, maar bent in dienst bij een payrollbedrijf. Makkelijk voor de werkgever, zegt Johan Zwemmer. Wilt u zich ook concentreren op ondernemen in plaats van administratie? Wilt u ook gebruik maken van mensen alleen als u ze nodig heeft en verder niet? Nou ja, dat soort slogans maakt dat als je als ondernemer op een verjaardag zit en je doet niet aan payrolling en je hoort dat je denkt ik ben een dief van mijn eigen portemonnee. Hetzelfde werk, dezelfde rechten, zegt minister Asscher. Terwijl het payrollen bij de Rijksoverheid wordt aangepakt, neemt het bij de gemeentes toe. Ja, dan denk je meteen aan, is dat nou symboolpolitiek, hè? Wat als je daar bedrijft. Het Rijk is wat dat betreft dus niet anders dan een gewone ondernemer. Die zoekt ook naar manieren om flexibeler van personeel gebruik te kunnen maken en minder romslomp. Bij gemeenten moet je ook denken aan het feit dat gemeenten te maken hebben met enorme uitbreidingen van taken, hè? Denk aan de jeugdzorg, PGB's, dat soort dingen. Dus dat, dus dat maakt dat werk, dat gemeentes ook zoeken naar manieren waarop flexibeler gebruik kan gemaakt worden van personeel. Ook de gemeentes zullen nu op zoek moeten naar een alternatief voor de payrollconstructie. Dat lijkt me een heel goede zaak, want structurele arbeid moet volgens dit kabinet altijd hetzelfde worden behandeld. En dat gebeurt bij payrolling niet. En zij hopen op een vaste aanstelling bij hun gemeente. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat er zoveel nieuwe taken op het bordje van de gemeente zijn gekomen dat ze eigenlijk niet meer kunnen zonder die zogenoemde payrollconstructie. En Turkije. De Turkse politiek spant het erom. Turkije stemde vandaag voor een nieuw parlement. In dat parlement was de AK-partij jarenlang oppermachtig. Maar volgens de eerste voorlopige uitslagen raakt de partij van Erdogan zijn absolute meerderheid daar kwijt. Dit is het uur van de waarheid. Deze stem gaat naar de AK-partij. En toch ziet het er niet goed uit voor de AK-partij en president Erdogan. Hier brengt hij, eerder vandaag, zijn stem uit. De regerende AK-partij heeft nu nog een ruime meerderheid in het parlement. Maar deze man lijkt roet in het eten te gooien. Hij is van de linkse Koerdische HDP-partij. Inderdaad heeft de HDP volgens de voorlopige uitslagen de kiesdrempel gehaald. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld. Maar als het zo blijft, dan komt de HDP voor het eerst in het Turkse parlement. En berooft daarmee de AK-partij van zijn absolute meerderheid.
En dat betekent dat Erdogan de komende jaren meer rekening moet gaan houden met anderen. Lucas Waagmeester in Istanbul. Als dit het gaat worden, Lucas, wat gaat dat nog meer betekenen voor president Erdogan? Nou, dit betekent echt dat die lijn van de afgelopen 2 jaar, waarin Erdogan steeds opnieuw de macht naar zich toe is te trekken, dat er in die lijn echt een flinke knik komt vandaag. Erdogan is inmiddels president, geen premier weer. En zijn plan was om na deze verkiezingen het systeem in Turkije te veranderen. De macht van de premier over te hevelen naar het presidentschap. De macht als het ware mee te nemen naar zijn nieuwe functie als president. Dan had hij wel genoeg steun voor nodig van die AK-partij in het parlement. En die AK-partij gaat dus die meerderheid niet krijgen. Dus dat plan gaat niet door. Het is notabene een kleine Koerdische partij, is extra pijnlijk, die de stok steekt in de spaken van dat plan. Erdogan zal na vandaag die droom van dat presidentiële systeem met hem als president, ja, die zal die na vandaag echt moeten vergeten. Ja, en er was zoveel twijfel, Lucas, van tevoren over de eerlijkheid van deze verkiezingen. Is die twijfel achteraf onterecht gebleken? Nou, het gaat natuurlijk over 2 dingen. Gebeurt het stemmen eerlijk, zonder fraude? Dat zullen we van waarnemers moeten gaan horen. En verloopt de campagne, de aanloop naar dat stemmen ook eerlijk? En daarover... Daar zijn natuurlijk heel erg veel zorgen en veel problemen geweest. Erdogan heeft zich gedragen als een partijleider, terwijl hij dat als president helemaal niet mag. Hij negeerde de wet. Heel veel regeringsgezinde media ook onder druk van de regering, hebben veel meer aandacht gegeven aan de AK-partij, aan de regeringspartij en de media, of de oppositie als het ware, genegeerd. Daar waren ontzettend veel zorgen over en heel veel Turken. Die hadden het gevoel dat de democratie eigenlijk de afgelopen tijd echt onder hun vandaan werd getrokken. Je kunt zeggen dat de uitslag van vandaag echt een weerslag is van dat ongemak, van dat ongemakkelijke gevoel onder Turken. Interessant wordt om nu te zien of Erdogan wel in staat is, wel genoeg democratisch, om de macht nu te gaan delen. Hij zal voor het eerst in 12 jaar de macht moeten gaan delen. We moeten nu gaan zien of hij dat kan. Ja, of hij een goede verliezer is. Lucas, dankjewel vanuit Istanbul. Ja, en dan de 7 leiders van de belangrijke industrielanden. In het Duitse Garmisch-Partenkirchen is vandaag de G7-top begonnen. 2 dagen lang zijn de leiders daar bijeen om te praten over problemen. Niet 1 groot thema deze keer, maar de crisis in Oekraïne staat wel bovenaan de agenda natuurlijk. Bier, weisswurst en pretzels. Er kan geen twijfel over bestaan. De G7 wordt dit keer in Beieren gehouden. Groß Gott! I have to admit that I forgot to bring my lederhosen, but I'm going to see if I can buy some while I'm here. Voorafgaand aan de top, in het nabijgelegen dorpje Krün, krijgt de Amerikaanse president een ontbijt aangeboden van bondskanselier Merkel. Volgens hun woordvoerders was het bier alcoholvrij. Ondertussen waren er honderden demonstranten, veel minder dan verwacht. Door onder andere toegangswegen te versperren probeerden ze de top te verstoren. Tot nu toe zonder veel succes. Voor de top zijn namelijk 20.000 politiemensen ingezet, een record in Beieren. Ver van de demonstraties vindt de G7 plaats, hier in het slot Elmau aan deze tafel. Ooit was het de G8 en zaten hier 8 wereldleiders. Maar sinds vorig jaar, na de Russische annexatie van de Krim, is nummer 8, Rusland, niet meer welkom. En dat lijkt als het aan de EU ligt voorlopig zo te blijven. That is why Russia is not among us here today and will not be invited as long as it behaves aggressively against Ukraine and other countries. Tusk zei verder alleen te willen spreken over een verlenging of verzwaring van de sancties tegen Rusland. Zeker nu de gevechten in Oekraïne weer zijn opgeleid. Maar de top gaat natuurlijk over nog veel meer, van milieuvervuiling tot de strijd tegen internationaal terrorisme. En dan staat een ander belangrijk thema nog niet eens officieel op de agenda, namelijk de crisis in Griekenland. Maar na dag 1 kun je de balans opmaken en merk je dat het hier toch maar eigenlijk over 1 thema echt gaat, namelijk het Oekraïne-conflict. En dan rijst meteen die vervolgvraag, hoe succesvol kan zo'n top eigenlijk zijn als de hoofdrolspeler in dat conflict niet eens aan tafel zit? Bij invallen in 3 koffiehuizen in Amsterdam zijn gisteravond 16 mensen opgepakt. De politie was op zoek naar wapens en drugs. De invallen hebben te maken met verschillende schietpartijen en liquidaties in Amsterdam de laatste maanden. Met dit soort acties, zegt de politie zelf,
proberen ze criminaliteit te verstoren en de schietpartijen dus te voorkomen. Op de Middellandse Zee zijn dit weekend zeker 5000 vluchtelingen gered. Dit Duitse marineschip alleen al redde er 900. De vluchtelingen werden gevonden nadat zij zelf of hun smokkelaars de Italiaanse kustwacht waarschuwden via satelliettelefoons. Ook schepen uit Ierland, Zweden, Spanje en Groot-Brittannië worden ingezet bij de reddingsoperaties. Ja, een klassieke gevangenisuitbraak in de Amerikaanse staat New York. Er is een klopjacht aan de gang op twee ontsnapte gevangenen. De twee ontsnapten uit hun cellen via een rioolbuis. En via een putdeksel op straat kwamen ze weer naar buiten en verdwenen spoorloos. Gouverneur Andrew Cuomo bezocht de gevangenis en volgde deels de route van de ontsnapte gevangenen. Alleen door de put zelf ging hij net niet. De ontsnapping leidde tot verbijstering in de omgeving. I've been in the North Country my whole life and for someone to get out of that prison is just insane. The whole community is a little upside down right now. And I don't know, there's not much to say about it. A lot of turmoil. We're on alert. We're on high alert right now. And I watch cars go by. I'm always scanning, I'm always doing anything. Just trying to make sure these guys aren't around here. So, you know, I can get on the phone, call the state police, or do what I have to do to protect my family in the area. Cuomo zette de foto's van zijn bezoek aan de gevangenis op internet. Van de buis waardoor de gevangenen waren ontsnapt. En ook een foto van een briefje dat ze achterlieten. Waarin ze iedereen een fijne dag wensen. Ja, Willemijn, en het was een fijne dag bij ons. Bij ons zeker, inderdaad. Wel wat meer bewolking dan gisteren, maar dat mocht de pret wat mij betreft dan niet drukken. Deze foto's genomen boven onze mooie Waddenzee. Gaat het weer veranderen? Nou, bij ons niet. We zitten nog steeds onder invloed van een uitloper van een hoge drukgebied met de as west-oost georiënteerd. En dat betekent bij ons een noordelijke stroming, aanvoer dus over die koude zee. Dat betekent ook dat de temperatuur bij ons ietsjes achterblijft. Maar het blijft ook droog. Vannacht ook. Het is vrij helder. Misschien drijven vanaf het noorden wat meer wolkenvelden het land binnen. En het koelt af naar graad of 5 landinwaarts. Morgen ook flinke zonnige periode, maar vooral in het noorden van het land wel wat meer wolkenvelden. 14 graden op Terschelling, 18 ongeveer in het zuidoosten. En in de loop van de middag gaat de wind wat aantrekken, vooral in het westelijk kustgebied, tot een windkracht 6. En dan blijft tot en met woensdag het weerbeeld eigenlijk droog, vrij zonnig ook. En vanaf donderdag lijkt er het een en ander te veranderen, maar dat is tegelijkertijd ook wel onzeker. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Bijna alle gemeenten maken gebruik van de zogenoemde payroll-constructie. Ze huren mensen in zonder die in dienst te hoeven nemen. In reactie op dit nieuws in het journaal wil minister Asscher deze mensen meer rechten geven. En straks in Nieuwsuur, wat drijft de Griekse premier Tsipras? Wat is zijn strategie? Om 10 uur, NPO 2. Goedenavond.